De ICT-associatie, ICT-AS, organiseert van 17 tot en met 21 oktober de ICT-week. Centraal staat de ICT-conference 2016, die als doel heeft jaarplannen uit te werken ter realisatie van de ICT-vision 2020. ICT-AS hield vandaag een persconferentie met betrekking tot de ICT-week in het IGSR-gebouw. Voorzitter Robert Han gaf aan dat het belangrijk is dat de economie wordt gediversificeerd, omdat we te veel afhankelijk zijn van olie en goud. De ICT-sector is aanbevolen als een groeisector voor Suriname, zegt hij. Maar met het vision-document alleen komen we er niet. Dus we hebben dit jaar besloten om in een conferentie samen met al onze stakeholders een workshop te organiseren met als output concrete actieplannen. En de actieplannen zal worden aangegeven wat moeten we doen, wanneer moeten we doen en wie moet het doen. Dus we hopen dus daarmee ook commitment te krijgen van onze stakeholders, van de overheid, van andere private ondernemingen, van mogelijk instanties zoals Kanto en de ITU, dus ook internationale en regionale organisaties die ons helpen met een stukje versnelling of harmonisatie van de plannen die er in het buitenland ook zijn. Tijdens de ICT Week hebben we meerdere activiteiten, zei ik al. We beginnen, de opening van de week is op maandagavond in het IGSR-gebouw. Dinsdag en woensdag hebben we de conferentie. Dinsdagavond hebben wij een lezing van de directeur van Kadaster Nederland, die bij ons op bezoek is om de geobusiness verder te belichten. Er komen meerdere bedrijven uit Nederland die komen op een missie om na te gaan of wij meer business met elkaar kunnen doen. Wij zien de geobusiness als een subsector van de ICT-sector. Op donderdag hebben we enkele activiteiten van de leden van de ICT-associatie op locatie bij hun in het bedrijf. En op vrijdag hebben we het resultaat van de ICT-conferentie die we dan zullen aanbieden aan alle stakeholders. Dat was Robert Han, voorzitter van de ICT-associatie. Die organiseert van 17 tot en met 21 oktober de ICT-week.